Goedemorgen, het is vandaag dinsdag, wat wil zeggen dat ik van het thuis uit werk. Dus vandaag zit ik gewoon lekker thuis, ga ik mijn werk voor Concept Island vanaf hier doen. Ik heb redelijk wat bedrijven die wij nu met hun social media verder helpen. Dus daar ga ik een paar afwerkingen doen. Ik ga hun pagina's voorzien van nieuwe content. En zo hou ik me bezig op een dagje thuis. Voor de rest ga ik nog mijn ochtend eerst starten met goed wat water te drinken, mijn vitamines te nemen. En dan probeer ik hem altijd te starten met een half uurtje te fietsen. Ik heb hier een home trainer staan en die gebruik ik voor 's morgens mijn cardio te doen op nuchtere maag. En daarna ga ik proberen een app circuit te doen, dus een kleine app training. Want ik heb het gevoel dat ik de laatste tijd mijn apps niet meer zo heel goed train. Dus hier een heel korte circuit training van hoe dat je thuis zou kunnen doen. Ik lig gewoon op de mat, dus op zich doe ik niet zo heel wat speciaal of heb ik ook geen materiaal nodig. Kan ik dan met deze oefeningen al vrij goed mijn apps trainen van thuis uit. Ik zit er dus nog altijd met 3 katjes in huis, zoals jullie weten. En ik probeer mijn best te doen om ze heel goed te verzorgen. Maar vooral Milky heeft een heel moeilijke huid. Ze heeft heel veel last van klitten. Die heeft lange haren die vaak in elkaar gaan zitten en dat die knopen krijgt. Dus die moet heel goed behandeld worden. Ik was eigenlijk aan het overwegen om nog eens naar een kattenverzorgster te gaan. Die te laten wassen en knippen en uitkammen. Maar ik zag Milky plots alleen zitten. Dus ik heb mijn kans gegrepen. Ik ben erop afgegaan en ik heb Milky voor het laatste 20 minuutjes heel goed kunnen kammen. En dit is eruit gekomen. Holy shit. Heel bos vol met knopen en haren. Daar kun je denk ik een tweede kat van maken. Ja. Hij heeft zich heel goed stilgehouden en soms is het echt wel eens nodig om die goed onder handen te nemen. Milky, komt er allemaal van u? Kijk eens hier. Dat was jij, hè? Dit was jij allemaal, hè? Hoho. Zoals jullie al dan niet weten, ben ik vrij veel bezig met sporten. Wat wil zeggen dat ik pak ongeveer 5 keer in de week naar de gym ga om te gaan trainen. En dat wil dus ook zeggen dat ik elke dag trainingsbroek aandoe. Maar ik had mijn favoriete trainingsbroek, die ben ik pas kwijtgeraakt. Ik heb nog altijd geen idee waar dat die is. En dus ben ik naar de Decathlon gegaan en heb mij 2 nieuwe joggingsbroeken gekocht. Ik ga ze nu even showen. Dit is de eerste, een grijze versie. Hier vol onder met een band vast aan de enkel zit, een zwarte band. Voor de rest komt hij vrij goed. Ook zit hij iets strakker, niet heel strak, dus ik heb hier nog wel redelijk wat speling. Ondanks dat ik heel smalle benen heb, ziet het er nu wel heel los uit, maar ik vind hem best wel cool. En dan heb ik precies dezelfde gekocht, maar in het zwart. Dus ook hier zit hem niet heel strak, het is een vrij slim versie, maar zit nog altijd een beetje los van onder. Hij zit best wel goed, plus die heeft ritsen hier, wat ik heel handig vind. Ik had er gewoon vrij snel nodig, omdat ik echt wel zo goed als zonder zat. Dus ik heb ze snel meegenomen, waren ook heel goedkoop. Ik denk maar aan 15 euro of zo, dus ik kon ze niet laten liggen. Jongens, ik heb iets leuk vandaag, want ik heb afgesproken met mijn mama, we gaan samen naar een eetdag. Maar ik heb gezegd dat ik ga rijden deze keer, dus ik ga mama oppikken. En ik denk dat het misschien wel een leuke kans is om mama eens een keertje te pranken, want ze heeft nog nooit echt... Ja, ze heeft wel al in deze auto gezeten, maar ze heeft erin gezeten terwijl mijn papa aan het rijden is. En dat was gewoon heel normaal, zal ik zeggen. Dus misschien moeten we mama maar eens... volledige experience geven van de M235. Hè. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaat vinden.
Hallo. Hallo. Ik zal het adres opzoeken. Ja, is goed. Mag ik dat? Mag ik die opzoeken? Ja, doe maar. En wat vind je van deze auto nog? Schiga. Heb je er al veel mee gereden eigenlijk? Nee, ik nog nooit. Allee, maar ingezeten bedoel ik, hè? Zijn je nu aan het filmen? Ja, maar dat is aan het testen. Dat is aan het... Die staat wel op, denk ik, ja. Maar ik heb dit ding waar die aanhang pas gekocht, dus ik ben aan het testen als dat zo... Nee, ik heb er eigenlijk één keer eens mee gereden, denk ik. Gereden maar, zelfs ook, ja? Eén keer. Echt? Toen ik op vakantie was met papa toen, en zei ze, reed geen maar heb ik echt afgezien en die was kwaad. Afgezien? Ja. Hoezo? Was dat niet leuk of wat? Ja, ik kreeg die niet gestart of iets aan papa toen, dan moet je gewoon... Ah, maar je moet, je moet die remmen houden. Ja, dat wist ik dus niet. Ja, en hij zegt, dat kan niet. En die staat en die was me aan toe en die werd kwaad om mij. Ik zeg, wat zit er? Dus kalm. Ik zeg, maar, als ik hem niet gestart kreeg en die had gedrongen gekregen, ik zeg, nee, je rijdt niet. Ik rijd. Als je automaat, dan moet je eerst je remmen duwen en dan kun je pas starten. Ja, met een ander is dat ambreage. Dus ik zat maar aan die ambreage en dat ging me niet. En, er is geen ambreage. Of ik weet niet meer waar. Ik wou die ambreage van, ik wist niet dat dat moest. Ik zag daar niks. En ik zag binnen ook niet je knopjes. Ik kreeg die stoel niet vooruit. Maar je hebt nog niet vlot gereden. En toen heb ik wel op tot de straten naar huis gereden. Ja. Maar ja, vlot is bij mij 130, 140. Oh ja, 130. Ik denk dat je 130 gedaan. Maar dat is niet echt mijn type auto. Niet je type auto. Je zou hem zelf niet wel, maar niet zo sportief. Zo. Ja, nee, nee. Nee, hoeft niet. Ik zou je er ook niet direct bij zetten, nee. Ik zou trek terug zo naar X1 wonen, onmiddellijk, dat was eigenlijk echt... Echt mijn lievelingsauto tot nu toe. Ritje in de auto. Absoluut, je durft hem hier laten staan. Ja. Oh, hoe grappig was dat. Sorry mama dat ik dit heb moeten aandoen, maar ik kon de kans echt niet laten liggen. Ik hoop dat je het niet erg vond. Het is net hier geweest en we hebben samen het filmpje gekeken, maar we hadden allebei ziek gelachen. Dus ik hoop dat jullie zich ook ziek hebben gelachen. Ze houdt echt niet van snelheid en ze vindt het ook niet zo leuk, denk ik, dat ik als haar zoon dat doet of dat zo'n auto heeft. Maar ja, ik moest haar toch even laten voelen dat het echt was. Hè. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, klik dan zeker op de like-knop. Trouwens, misschien moet ik meer mensen zo eens meepakken in de auto en het gevoel geven van de M235. Misschien moet ik u zelfs meenemen. Laat me zeker weten in de comments als jullie vinden dat ik ook andere mensen moet meepakken. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende video. Yo!